Werken met Phoenix in Learnbeat heeft voor mij een aantal problemen opgelost. Namelijk als eerste dat ik het moeilijk vond om met een papieren boek en papieren werkboek te differentiëren. Ik had niet altijd iets paraat voor leerlingen die al verder waren of beter zijn of gewoon meer willen. En met Phoenix in Learnbeat zijn er keuzeparagrafen en extra oefeningen te doen die je dan direct kan geven. Het tweede probleem wat opgelost werd is met name de huiswerkcontrole. Met een papieren boek is dat erg lastig om te zien of alle leerlingen alles wel goed gemaakt hebben. En in Learnbeat met Phoenix in één oogopslag kun je zien of ze hun huiswerk gemaakt hebben en of ze hun huiswerk goed gemaakt hebben of dat ze gewoon maar zomaar iets ingevuld hebben. En het laatste probleem is dat er vroeger ontzettend veel tijd voor mij ingestoken moest worden in het nakijken van de papieren toetsen. En digitaal toetsen heeft ervoor gezorgd dat ik van 4 uur nakijken naar 1,5 uur nakijken ben gegaan. Ik wilde graag met Phoenix verder, omdat als je het vergelijkt met de andere methodes die er op de markt zijn, is Phoenix wel, gaat dieper op de stof in. En Phoenix weet echt goed verdiepingsvragen te stellen of inzichtvragen, kennisvragen, hoe je ze ook wil noemen. Met andere methodes was dit niet zo. Geschiedenis in Learnbeat werken is heel fijn, want je hebt de studiewijzer erin staan die dus de docent er zelf heeft ingezet. En daar kan je precies zien welke datum het is en wat je op die datum moet doen. En de lesdoelvragen staan daar ook in, dus dat is heel fijn.